De Surinaamse luchtvaartmaatschappij wordt niet verkocht. Laten wij onszelf alstublieft niet door fake news laten afleiden van het uitgezette traject tot het gezond maken van ons bedrijf. Zo stelt SLM-directeur Rajesh Rajkumar. De directeur heeft in een intern bericht aan zijn medewerkers zaken verduidelijkt. Rajkumar reageert met dit schrijven op een social media bericht waarin wordt beweerd dat het luchtvaartbedrijf wordt verkocht. Volgens dit nepbericht zou SLM verkocht worden om de overheid inkomsten te bezorgen. Vanaf zijn aantreden in september 2019 heeft Rajkumar op verschillende momenten aangegeven dat hij een nieuwe SLM voorstaat. In dat traject is het belangrijk om het bedrijf financieel weerbaar te maken. De SLM moet de concurrentiestrijd met opgeheven hoofd aankunnen. De laatste fase van het certificeringstraject van de B777 wordt in nauwe samenwerking met CASAS voortgezet.